Yo, Nintendo fan, heb jij 1. Een Nintendo Switch, 2. Zomervakantie en 3. Geen geld? Dan komt het helemaal goed uit, want dit is een video met de 10 beste games die je gratis kan downloaden voor je Nintendo Switch. En natuurlijk moeten we deze video beginnen met Pokémon Quest. Pokémon Quest is een dungeon crawler waarmee je met de eerste 150 Pokémon in een razend tempo door de levels heen gaat. Het zijn dus alle Pokémon die in de Kanto-regio zitten, van Bulbasaur tot aan Mewtwo. Ik weet eigenlijk niet zo goed of Mew er ook in zit. Maar het gotta catch 'em all gevoel zit goed in deze game. Het gebeurt ook met enige regelmaat dat je een shiny Pokémon tegenkomt. Dan komt hij zo heel droog je kampje inwandelen en dan zie je het al gelijk. Shiny! Ik had bijvoorbeeld een shiny Onix en een shiny Hitmonlee. En het is best wel satisfying. De game ziet er heel blokkerig uit, maar toch heel anders dan Minecraft. Het heeft een hele andere stijl. Plus je kijkt van schuin bovenaf op de wereld. En wat op zich ook handig kan zijn, is dat je de levels volledig automatisch kan spelen. Je kan je Pokémon gewoon automatisch hun gang laten gaan als ze toch al sterk genoeg zijn. Het is best wel handig om gewoon lekker XP te vergaren. Maar natuurlijk blijft het leukst om zelf je Pokémon te besturen en zelf de aanvallen te kiezen die hij moet gaan doen. En aan het eind van ieder level heb je een boss battle waarin je een toffe baas moet verslaan tot aan de birds toe en natuurlijk Mewtwo. Met de microtransacties valt het best wel mee in Pokémon Quest. Ik heb de game helemaal uitgespeeld en ik heb eigenlijk helemaal niks gekocht in Pokémon Quest. En dat vind ik best wel een goed ding aan dit soort games, want een gratis game zit vaak vol met microtransacties waardoor je progress sneller gaat, of vaak kan je niet alle levels spelen in een spel. Maar in Pokémon Quest kan je gewoon alles spelen en je hoeft in principe geen geld uit te geven. En dan blijft het alsnog hartstikke leuk. Ik had laatst gewoon een keertje zin in een race game. En ik wist niet zo goed welke race game ik moest kopen. En toen zag ik daar dat je Asphalt 9 Legends gratis kan downloaden voor je Nintendo Switch. Dus deze game die wekte eigenlijk gelijk wel mijn interesse. Een gratis race game voor de Nintendo Switch. Ik vroeg me af of dit een hele realistische race simulator zou zijn. Ik hou daar persoonlijk niet zo heel erg van. Ik vind het niet echt heel erg tof als ik uren moet besteden aan het tunen van mijn auto. Dat is gewoon niet weggelegd voor mij. Ik kan me voorstellen dat jij dat wel tof vindt en dat je ervan houdt als een race game zo realistisch mogelijk is. Maar dat is deze game niet. Dit is namelijk toch een behoorlijke arcade racer die je enigszins kan vergelijken met Burnout. Je moet er niet alleen voor zorgen dat je de snelste bent. Nee, je moet ook gewoon lekker af en toe je tegenstanders beuken, zodat ze de baan afvliegen, zodat ze ontploffen en jij lekker door kan rijden, anders eerst over die finish kan scheuren. Er zitten nitro's in waarmee je veel sneller gaat. Er zitten ramps in die je laten vliegen over het parcours. Het enige wat ik mis is gewoon een bananenschil die ik zo voor de banden van mijn tegenstander kan gooien. Maar al met al hele goede game, super leuk, vermakelijk en natuurlijk gratis. Dus waarom zou je hem niet proberen? De derde game. Ja, hier kan je niet omheen. Of je dat nou leuk vindt of niet. Fortnite. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik heel veel Fortnite heb gespeeld toen die net uitkwam op de Nintendo Switch. Nu speel ik eigenlijk nooit meer Fortnite, maar toen vond ik het eigenlijk best wel leuk. Ik vind Fortnite vooral heel erg vernieuwend, omdat het niet alleen om het schieten draait, maar ook om hoe goed jij kan bouwen. Sommige mensen haten dat en andere mensen vinden het fantastisch. Van mij mag je het leuk vinden of niet leuk vinden, maar ja, Fortnite heeft wel wat teweeg gebracht in de wereld van videogames. Er zijn hele toernooien Fortnite waarin je miljoenen euro's kan verdienen als je er echt heel erg goed in bent. Misschien moet ik stoppen met YouTube. Misschien moet ik professioneel Fortnite speler worden. Nee, maak je geen zorgen. Dat gaat echt niet gebeuren. Ik ben niet zo heel goed in Fortnite. Ik vind het gewoon heel erg leuk om dit met vrienden te spelen. Je kan het solo spelen, in duo's of met z'n vieren. Hartstikke leuk. En Epic Games doet heel erg zijn best om deze game gewoon lekker relevant te houden door steeds nieuwe dingen in de game te gooien. Eén keer in de zoveel tijd is er weer eens een nieuw seizoen waarin de map helemaal weer gefine-tuned wordt en er nieuwe delen op de map zitten, zodat het leuk blijft om te spelen. Fortnite, ja. Je haat het? Of je vindt het geweldig? Vind je Fortnite leuk, maar vind je dat bouwen helemaal niks? Dan is de gratis game Realm Royale misschien wel iets voor jou. Ja, de makers van deze game begonnen door te krijgen dat er behoorlijk veel geld te verdienen was met een game als Fortnite. Een Battle Royale game. Ze dachten, oh, Fortnite heeft wel een leuk steltje. Laten we dat gaan proberen na te maken en dan dat bouwen weghalen, omdat veel mensen dat bouwen niet zo heel tof vinden. Ja, dat is basically Realm Royale. Als je naar de gameplay kijkt, naar de stijl, naar de icoontjes, naar alles eigenlijk, dan krijg je gewoon een heel erg hoog
Fortnite gevoel. Een van de belangrijkere wapens in de game is een boog en die schijnt heel goed te werken. Ik ben benieuwd of de Realm Royale spelers vinden dat die boog inderdaad het beste wapen uit de game is. Beter dan guns? Een ander punt waar Realm Royale in verschilt met Fortnite is dat je tijdens de battles upgrades kan kopen voor je wapens en voor je armor. Dus je kan tijdens zo'n Battle Royale potje ook echt sterker en beter worden. Wat ik me ook heb laten vertellen over Realm Royale is dat je hier daadwerkelijk classes in hebt. Dus verschillende classes waar je mee kan spelen. In Fortnite is in principe iedereen gelijk. En ook een geinig verschil is dat als je hier gekilled wordt, je niet als een of andere... Ja, gewoon een kreupel persoon. In ieder geval, je raakt niet kreupel, je wordt een kip. En dan moeten mensen dus gaan proberen om die kip af te slachten om jou uit het spel te elimineren. Ja, dat is best wel grappig. Dat is best wel een leuk dingetje. Ik bedoel, je schiet toch liever op een kip die rondloopt dan op een kreupel persoon, denk ik. Stuur deze video alsjeblieft niet door naar de Partij van de Dieren. En door. De volgende gratis game voor de Nintendo Switch waar ik het over wil hebben is Warframe. En echt, hoe hebben ze Warframe nou weer zo goed draaiend gekregen op de Nintendo Switch? Dat vraag ik me soms sowieso af. En het draait ook verrassend goed, moet ik zeggen. In Warframe ben je gewoon eigenlijk een soort van space ninja die bepaalde objectives moet halen in levels. En die objectives die zijn niet heel erg moeilijk. En alles wat jij hier rond je heen ziet lopen, alles wat beweegt, moet gewoon eigenlijk kapot. Elke enemy moet je slopen. Of je hem nou schiet, slaat of whatever. Het moet gewoon kapot. En dit is net als Pokémon Quest, zo'n game waarin de microtransacties best wel meevallen. Soms valt het niet eens op dat het een gratis game is en dat je microtransacties kan doen. Je hoeft hier ook helemaal niks aan uit te geven en je kan het prima spelen. Alles gaat lekker snel, alles draait stabiel. Ik vind het nog steeds heel erg bizar dat een game als Warframe gewoon goed draait op de Nintendo Switch. Dat had ik nooit verwacht. Maar ja, deze port is gemaakt door Panic Button en die hebben onder andere ook Wolfenstein en Doom naar de Nintendo Switch gebracht. Dus aan Panic Button kan je dit soort dingen best wel overlaten. Ik hoor je denken, Rick, is dit Monster Hunter? En het is zeker wel een Monster Hunter clone, maar voor mijn gevoel ziet dit er iets anders uit. Het ziet er iets meer, ja, cartoony, vriendelijk, eigenlijk iets meer Nintendo Switcherig uit. Ik vind Monster Hunter eigenlijk een game die iets beter past bij de PlayStation dan bij Nintendo. En Dauntless, dat ziet er allemaal net even iets vriendelijker uit. De wezentjes zijn iets toegankelijker. Ik moet je eerlijk zeggen, die draken die je hier ziet, ik vind ze echt geweldig gemaakt. Ik vind ze er heel leuk uitzien. En qua stijl past Dauntless misschien net iets beter bij mij dan Monster Hunter. Maar qua gameplay is het voor het allergrootste deel te vergelijken met elkaar. De games lijken daarin best wel erg op elkaar. Je trekt wat goede uitrusting aan. Je pakt een wapen op en samen met vrienden of alleen begin je keihard in te hakken op allerlei grote monsters. En van die monsters krijg je weer allerlei toffe shit. De performance van deze game is best wel prima. Het draait best wel goed. Verrassend goed. Misschien met 3 online spelers en monsters die allemaal gekke dingen doen. Alleen in de hubwereld waarin je samenkomt met meerdere spelers, ja, dan dropt de framerate wel een beetje. Maar goed, het meeste van je tijd ben je toch lekker aan het jagen op monsters. Als Monster Hunter je tof lijkt, maar het is misschien net iets te ingewikkeld, dan is Dauntless misschien een erg mooie game om in te stappen in dit genre. En nogmaals, als je dit met vrienden speelt, dan heb je er sowieso heel erg veel lol aan. Nintendo games blijven duur. En heb jij geen 60 euro voor Super Smash Bros. Ultimate, maar wil je deze wel heel graag, dan heb ik misschien een leuk gratis alternatief voor je. En dat is niet Brawl Stars, maar Brawlhalla. Allereerst moet ik zeggen dat ik het steltje van Brawlhalla heel erg leuk vind. Ik hou altijd wel van dat cartoony steltje. Alles is heel mooi getekend. Er zitten leuke characters in de game die ook leuk getekend zijn. Dat is allemaal top. Maar qua gameplay is er in dit genre geen betere game dan Super Smash Bros. Ultimate. Dat gaat Brawlhalla gewoon niet halen. Af en toe lijkt deze game ook gewoon nog sneller te gaan dan Smash Ultimate. En ik moet eerlijk zeggen dat Smash voor mij soms al aardig snel gaat. Misschien is het de leeftijd. Kijk, je krijgt gewoon een grijze baard, jongens. Ik word gewoon te oud voor dit soort games. Brawlhalla is in 2017 al gereleased en ik moet zeggen dat ze best wel hun best doen om de game relevant te houden. Af en toe komen er toch gewoon weer leuke nieuwe dingen in de game waardoor je de game toch blijft spelen. En ik vind de variatie in wapens en characters gewoon heel erg nice. Zo heb je een werewolf met een scythe, maar je hebt bijvoorbeeld ook een cowboy-achtig karakter met van die hele grote armen. Dus daarin hebben ze ook wel dingen geprobeerd van Smash. Ze proberen ieder character zo uniek mogelijk te maken, zodat elke character ook voelt alsof je met een nieuw personage speelt, waarbij je weer nieuwe dingen moet leren. Nogmaals, er is geen betere game in dit genre dan Smash, maar Smash zal voorlopig nog wel 60 euro blijven kosten. En Brawlhalla is gewoon gratis.
En de volgende gratis game voor de Nintendo Switch is Super Kirby Clash. In deze game neem je het met 3 andere Kirby's op tegen bazen. Het zijn gewoon boss battles die je moet doen. Maar die Kirby's die hebben allemaal een verschillende class. En het is nog wel belangrijk dat je de classes redelijk goed op elkaar afstemt. Zodat je die baas ook echt daadwerkelijk makkelijk kan verslaan. Verwacht geen hele lange game. Verwacht ook geen hele moeilijke game. Maar hey, Kirby is gewoon de ambassadeur van Smash zo'n beetje. Hij is degene die alles overleeft op de spirit dinges. Hoe heet dat ook alweer? Anyway, Kirby overleeft die shit. Dus Kirby verdient gewoon liefde en respect. En deze Kirby is gratis. Dus waarom zou je hem niet even proberen? Ik bedoel, join de Discord server en vraag 3 anderen of ze gewoon lekker even Kirby met je willen spelen. Dat willen mensen vast wel. Mensen houden van gratis games. De game gaat niet echt heel erg de diepte in. Maar ja, het is gewoon fun. Dus let's go. Is dit Overwatch? Nee man, Overwatch is natuurlijk niet gratis. Maar Paladins, dat is deze game, die is wel gratis. In Paladins speel je met 1 speler minder, namelijk met z'n 5 tegen een ander team van 5. En de gameplay is aardig te vergelijken met Overwatch. Er zitten namelijk superveel karakters in deze game. Sommige karakters ga je waarschijnlijk nooit mee spelen. Maar een aantal andere karakters wel. En dat wordt dan je favoriete karakters. En daar word je steeds beter mee. Iedere karakter heeft namelijk zijn eigen ability die jou of je team kan helpen. De bedoeling is om punten in de map te veroveren en die zo lang mogelijk vast te houden, of een karretje te duwen naar het volgende punt. En dat doe je door dicht bij dat karretje te blijven. En het andere team moet dan dus proberen om jou weg te krijgen bij dat karretje. Ik zelf vind Overwatch net even de betere game, maar er zijn ook legit heel veel mensen die Paladins beter vinden dan Overwatch. En ik ben cool daarmee, weet je. Ik bedoel, je moet spelen wat je zelf leuk vindt. En aangezien Paladins gratis is, kan je makkelijk dit eerst proberen. En als je dit vet vindt, dan kan je alsnog Overwatch kopen. Ik heb niet genoeg Paladins gespeeld om te kunnen zeggen of Paladins heel erg goed gebalanceerd is. Of dat bepaalde characters aardig overpowered zijn en je daarmee altijd wint. Dat weet ik niet. Zoveel Paladins heb ik niet gespeeld omdat ik dus eigenlijk voor Overwatch gaan. In het begin heeft Paladins een moeizame start gehad. Het was toen moeizaam te spelen, maar ondertussen, ja, hij draait gewoon volledig, volgens mij op 60 fps. Hij draait lekker, weinig frame drops, alleen in de minuutjes willen de characters nog wel eens wat langzaam laden, maar voor de rest, hey, is dit Paladins gewoon een lekker spelletje. Ja, en deze lijst sluiten we af met een game die iedereen kent. Tetris 99! Wat moet ik hierover zeggen? Je moet blokjes naar beneden brengen om lijnen te maken. Die lijnen gaan vervolgens weg en dan kan je weer verder bouwen. Maar deze Tetris speel je tegen 99 anderen. Het is gewoon Tetris Battle Royale, weet je. Jij moet tot het laatst overblijven en dan win je. Want door zelf lijnen te maken en combo's te maken, drop je blokjes bij de andere spelers. Je kan dat random laten gaan, maar je kan ook kijken. Als iemand nou super goed gaat en echt een hele goede speler is, dan focus je op hem. Zodat jij de beste spelers elimineert en zelf tot de laatste overblijft. Oh man, Tetris. Ja, dat is voor veel mensen een game waarmee hun gameleven eigenlijk begon. Tetris, Mario, Pac-Man, Asteroids zijn allemaal classics. En ja, Tetris 99, jongens. Het is gewoon een prima gratis gamepje om af en toe even lekker tussendoor te spelen. Wat ook leuk is, zijn de updates in Tetris 99. Als jij veel speelt en je wint, dan kan je af en toe thema's ontgrendelen. Bijvoorbeeld een Xenoblade. Een Xenoblade thema. Volgens mij is dat er geweest en er zijn vast nog heel veel andere thema's geweest. Ja, ik heb het geduld niet zo erg voor Battle Royale games als Tetris. Ik kan er niet tegen als ik te vaak achter elkaar verlies. En de kans is groter dat je verliest dan dat je wint van 99 andere spelers. En nu we aan het eind van de lijst zijn gekomen, ben ik wel benieuwd. Willen jullie dat ik al deze 10 gratis games ga spelen op dit kanaal? Want dan kunnen we er ook echt reviewtjes over maken bijvoorbeeld. Als je dat leuk vindt, laat het weten in de comments. Doe een blauw duimpje omhoog. En vergeet sowieso niet te abonneren op dit kanaal voor meer Nintendo en Pokémon video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. Of TikTok, heb ik ook tegenwoordig. Anyway, mazzel!